Goedenavond allemaal. Wie kijken er allemaal mee vanavond gezellig? Hey Yvonne, gezellig. Ik zie hier niet hoeveel kijkers ik heb, maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Ik ga de gummiapan laten zien die binnen is gekomen. Hey, Eugenie. En ik heb een aantal gummia's, die heb ik allemaal uitgedraaid. Het is me niet gelukt om ze allemaal uit te draaien, want dat was wat veel werk. Hey, moeders is er ook, zie ik. Gezellig. Oeh, het is wel een beetje warm in mijn kamertje. Maar de deur zit dicht. Wie zijn er nog meer? Even kijken of ik kan zien wie er allemaal live zijn. Nou, dat ook weer niet, maar goed. Allemaal klaar met barbecuen, denk ik. Lekker weertje vandaag. Ik heb wat standjes zitten uitdraaien vanmiddag, maar ook nog even lekker in de zon gezeten en even lekker gebarbecued. Altijd eventjes gezellig natuurlijk. Ben je alleen? Hoe bedoel je, mam? Ik ben alleen, ja. De mannen zitten beneden. Ik ben niet alleen thuis, maar de mannen zitten beneden. Ik ga toch heel even mijn laptop erbij aanzetten, want het, of mijn tablet gaat het even niet goed. Een klein beetje verbouwen. Dat is zo gebeurd. Ik ben inderdaad alleen moeders. Even kijken of dat dan beter gaat. Laptopje aan. Nee, Noor heeft geholpen met de standjes draaien vandaag, mam. Maar uiteindelijk had ze maar een uurtje de tijd. Dus ze heeft me geholpen vanmiddag om, om wat standjes te draaien. En dat heeft ze super goed gedaan. Dat scheelde mij weer. In mijn... in het draaien. Ik heb er wel een aantal echt super leuke ook. Dus even naar de groep. Zo. En dan, kijk, hier kan ik in ieder geval fatsoenlijk zien wie en wat. Dan zet ik even mijn tablet doen we weg. Zo en zo. Nou. Deze doen we ook even weg. Goedenavond, Anja. Kijk, nu kan ik een beetje meelezen. Dat is wel prettig. Ik ga een nieuwe gummia laten zien, zoals ik beloofd had. Ik heb ook een aantal dingetjes uitgewerkt. Ik heb nog niet echt pakketjes kunnen maken, want dat was wat kort dag. Ik heb hier bijvoorbeeld wat gummiapan. Nou, het was best wel veel, zoals je kan zien, die ik niet heb uitgedraaid. Ik wil ze wel laten zien, maar het is misschien leuker als ik begin met de dingen die ik wel heb uitgedraaid. Twee slimlijntjes die ik niet heb uitgedraaid, die wel heel erg leuk zijn, maar
Dus ik ga gewoon beginnen met hetgeen wat ik wel heb gedaan. Alle nieuwe gummiapoom kun je vinden onder de nieuwe artikelen. Het is een beetje een rommeltje hier. Onder de nieuwe artikelen van op de site, zeg maar. Dus de nieuwe, ondernieuw vind je al de nieuwe artikelen. Nou, als eerste heb ik even de cadeautjes uit laten draaien door mijn lieve assistenten. Ik haal ze even uit die schitterende zakjes, want daar zie je helemaal niks van natuurlijk. Het is inderdaad een tandje, vind ik. Het is echt een kiesje. Dus Yvonne, haar moet sowieso bij jou, want het hoort bij jou natuurlijk. Het is inderdaad een kleine kies. Ik weet niet, het stelt niet scherp. Oh ja, het stelt wel scherp nu. Ja, naar mijn idee is het echt een klein kiesje. Maar dit zijn vaak de gratis tandjes die je dan krijgt. De kies, ja. Ja, dat moet inderdaad, Von. Von is een tandarts. Ik ben tandartsassistent, toch? Dus ja, dan hoort dat een beetje erbij, hè. Dit is een inimini beertje. Dus als je ooit de berencollectie gekocht hebt, dan zit dit. Dan is deze ook een leuke aanvulling, zeg maar. Maar dit zijn altijd, ja, valt afwachten welke bij je bestelling zit natuurlijk. Dus deze is ook leuk. Dat is het kleine beertje. Ja, preventieassistent. En dan hebben we hier het mini sleuteltje. Die is ook onwijs leuk met een hartje erin. Even kijken of ik hem een beetje in beeld krijg. Ik denk het wel. Gummibeer, ja. Maar hier kun je heel leuk ook schutspullen mee maken. Dus dat is ook wel grappig. Hier, sleuteltje. Onwijs leuk. Dus dit waren nou ja, de gratis standjes die je dan, als je een bestelling doet, zit die er vaak bij. En het is altijd maar afwachten welke je krijgt natuurlijk. Dus, maar dit zijn de gratis dingetjes. En ja, Noor was zo lief om ze uit te draaien voor me. Ga ik gewoon beginnen. Ik heb hier een klein cirkelstandje. Die ziet er zo uit. Ik ga denk ik even een wit blaadje pakken. Want dan kan ik ze opleggen en dan kun je ze goed zien. Ik heb ze al bijna allemaal in kraft uitgedraaid. Nou, dit is er één. Als je niet blijven staan. Zo. De ronde doily, zeg maar. Hartstikke leuk. Deze is wel heel leuk om bijvoorbeeld een tekstje in te stempelen. Maar was ik niet zo voorbereid om dat bij te pakken. Maar dat is natuurlijk zo gebeurd. Even kijken. Heb ik hier wat. Ik pak even deze, denk ik. Hier een stempelset. En dan neem ik de With Love neem ik daaruit. Die gebruik ik wel heel veel. Ik denk dat die precies erin past. Even mijn. Hoppakee. Dan zoeken we even een kleurtje uit. Nou, ik heb hier toch al een zwarte, dus daar doen we dat lekker mee. With Love. Nou, en dit past hier. Ja, dus dan heb je echt wel een hele leuke soort mini doily. Waar een echte kleine stempel in past. En dat kun je leuk op je project gebruiken. Onwijs leuk. Vind ik hem. Zo. Dus dat is een kleine doily. Hallo Irene, gezellig dat je meekijkt. Dan heb ik, even kijken, een superleuke hartjesbanner. Even kijken of ik hem eruit krijg. Ja, dat lukt.
Nou zeg. Kijk. Dat is deze. Hey papa, gezellig. Kun je hem zo zien? Even omdraaien. Hartstikke leuk om in een hoekje ergens te plakken. Hallo Bianca, gezellig. Anja Mensinga zie ik, gezellig. Een hele leuke hartjesbanner. Kun je echt in een hoekje van een projectje doen. Even kijken, ik heb hier toevallig bijvoorbeeld mijn gratis patroontje nog liggen van februari. Kijk, was super leuk. Zie je, gewoon in een hoekje zo. Dit is een kleine hartjesbanner. Onwijs leuk. Nieuwe artikelen, daar vind je ze onder. Ik kan altijd even het nummer laten zien. Maar in principe vind je ze onder de nieuwe artikelen natuurlijk. Van mei. Behalve dan die kleintjes, die zijn gratis. Die krijg je gewoon meegestuurd. Dat was deze. Dan hebben ze een bagtopper uitgebracht. Nou, die zie je natuurlijk bij meerdere bedrijven wel voorbij komen. Deze is ook weer ontzettend leuk. Hij ziet er zo uit. En eigenlijk is het gewoon dubbel vouwen. Er zit geen rillijn in, dus ik vouw hem gewoon in het midden even dubbel. Zo. Nou, je kan hem op de stippenlijn, moet je hem dubbel vouwen. Kijk, nou zie ik het. Hier zit de stippenlijn en daar zit de stippenlijn. Ik weet niet of jullie dat zien. Ah, die heb je al besteld. Misschien komt er nog wel meer voorbij, Yvonne, wat je niet besteld hebt. En dan heb je hem zo op een bagtopper. En dan had ik een zakje klaargelegd, want we hebben natuurlijk van dit soort zakjes. Nou, en dan zou je hem dus aan de bovenkant kunnen gebruiken. Dit zakje is misschien wat breed, maar het is meer voor het idee. Heb je een smal zakje, je kan ook zelf een zakje maken natuurlijk. Je kan hier nog een leuke tekststempel op doen. Of hier een stukje designpapier op plakken. En dan heb je ook weer een onwijs leuk ideetje. Dus een bagtopper, die hebben ze ook uitgebracht bij Gummi Japan. Een verpakkingstaart met vullig, zo heet hij daar. Ik laat hem weer even zien. Zo. Deze leggen we even daar neer. Dan heb ik een mini tag. Echt een heel mini ding. We hadden hem natuurlijk al. We hebben deze ook al gezien. Kijk, hoe grappig. Het is echt een kleintje. Waar is die? Daar is die. Ja. Dat is hem. Superleuk tagje ook. Past ook weer in de mini tag shop. We hadden hem ooit al een keer in de gratis dingetjes zitten. Zoiets volgens mij. Even kijken hoor. Want ik heb... ja kijk, dit is die gratis tagjes. Dit is hem. Zie je? Dit is die mini. En ze hebben hem dus nu ook in iets groter uitgebracht. Onwijs leuk. Dus die kun je dan ook weer combineren. En ook hier kun je gewoon weer een leuke tekst op stempelen. Even kijken of ik hier een heel kleintje in heb. Ik heb hier bijvoorbeeld Forever. En dan doe ik hem even stempelen. Ik ben allemaal goed te verstaan. Ik geloof het wel, hè? Nou, heb ik hem nu voor... Oh, godverdomme. Hij valt op de grond, is dat wat? Het gaat lekker. Nou, heb ik hem nu Forever opgestempeld. Zie je? Nou, touwtje eraan. Ik kan hem zo aan een cadeautje hangen. Hoe leuk. Die dus. Even deze weer terug. Ik ga gewoon verder, hè. Zolang jullie geen vragen hebben, dan
Ga ik gewoon laten zien. Potverdorie, dat was goed te verstaan. Lekker ding. Zolang jullie geen vragen hebben, ga ik gewoon verder. De Littentak. Hier heb je het nummer. Nou ja, ze staan ook onder de categorie nieuw. In mei. Even kijken. We hebben nog van die slimline dies. Ik gebruik ze niet zo heel veel. Veel mensen gebruiken ze wel. Die kleine stempels, je bedoelt deze. Het is een hele oude set. Ik denk dat ze er niet meer zijn. Dus, maar goed, als je op de website kijkt bij de kleine stempeltjes. Gummi Japan heb ook nog heel veel kleine stempeltjes hoor. Oepsie. Alles valt hier. Zo. Kijk, ik heb hier mijn bakje ook met stempels. Daar heb ik even nu niet snel tussen gekeken. Maar hier zullen ook wat tekstjes tussen zitten die erin passen. Nee, dat dacht ik al. Maar ja, dat is wel de enige die ik even snel erbij kon pakken, zeg maar. Het gaat natuurlijk gewoon om de dies. Dit is een slimline. Ik gebruik hem niet zoveel, maar er zijn heel veel mensen die gewoon slimlines maken op het moment. En dus speelt Gummi Japan daar ook gewoon op in. Dus een slimline met wat wolkjes en een zonnetje in het hoekje. Hartstikke leuk. Ja, je kan hem gewoon... ja, ik zou een witte kaart wat groter snijden, of een gekleurde kaart wat groter snijden. En dan plak je die erop en dan kun je er een soort van tafereeltje in maken. Dus dit is een slimline. Ze hebben er meerdere uitgebracht. Ze hebben deze. Dit is met de zon. Die er niet zo lekker in, zo straks ook al niet. Zo. Dan hebben ze ook nog deze twee. Die heb ik dan niet uitgedraaid. Hallo José, gezellig. Deze, Leane is dat geloof ik. Een beetje in een jungle thema. Er zijn meerdere stansen van uitgekomen. Deze heb ik niet uitgedraaid. En deze ook niet. Dit is een beetje een houtschors. Een beetje natuurachtig gebeuren. Die hebben ze ook uitgebracht, deze twee. Dan heb ik er hier nog een. Die vond ik wel heel erg leuk. Of ik hem ooit ga gebruiken, weet ik ook niet. Dus ik weet ook niet of ik hem aan zou schaffen. Maar dit is een beetje... met slingertjes. Zie je? Best een hele leuke. Die ziet er zo uit. Best grappig. Ja, ik had dat net op mijn tablet ook, dat ik helemaal niks zag. Dus toen heb ik mijn laptop maar even aangezet en nou doet hij het wel. Dus ook deze plak je weer op een grotere slimline. En dan kun je er weer een tafereeltje in maken, lijkt mij. Nogmaals, ik maak niet, geen slimline kaarten, maar het is wel superleuk natuurlijk. Dan hebben ze deze. Nou, dan hebben ze nog twee. Oh, dit is nog een slimline. Dit is een slimline met hartjes. Dat is deze. Nou, er zitten allemaal hartjes in. Als je kan zien. Ik zal hem even dwars leggen. Dan kun je het misschien beter zien. Maar al die kleine hartjes die eruit komen. Die zou je weer als schutmateriaal kunnen gebruiken. Goeiedag Barbara. Gezellig. En dit is hem. Ja, deze. Dit is de slimline hartjes inderdaad. Deze zou je ook nog wel in een project kunnen gebruiken. Superleuk. Dan hebben ze in navolging, zijn het minis, even kijken, dit is 14 bij 6,5. Ik denk dat deze dat ook zijn, 14, 6,5. Ja, ze zijn 14 bij 6,5. En dat zijn ze dus allemaal. Dan hebben ze ook nog twee nieuwe, maar dan grote, notitieblaadjes uitgebracht. Deze en deze.
Ik heb er twee uitgebracht. Even laten zien, zo. Deze twee. Ik heb ze uitgedraaid. Dit is er eentje met gaatjes aan de linkerkant en dan een soort van oldpaper-achtig. En dan, dit zijn dan de lijntjes, maar ik kan me zo voorstellen dat je hier ook nog dingetjes achter zou kunnen steken, wat ook onwijs leuk zou zijn. Dus dit is er één, maar ook bijvoorbeeld voor de kerst zou je het weer kunnen gebruiken met gewoon als kerstkaartje met een kerstmannetje erop. Stempeltje erbij en dan heb je deze. En die ziet er zo uit. Of zo, wat je, hoe je hem gebruikt. Maar als je hem uitgedraaid hebt. Kijk, zo ziet hij eruit. Maar ik vergiste me daar ook in. Ik dacht eigenlijk dat hij ook zo... Nou, die heb ik niet liggen, Yvonne. Dus dat durf ik je niet te zeggen. Heb ik die wel liggen? Wacht even. Goeie vraag voor jou. Ik heb hier namelijk nog een keer een projectje liggen. Van ooit. En dat is zo'n drieringsbinding. Moet ik even... Nou, haal ik dit gewoon even allemaal eraf. Dat fix ik straks alweer. Jij vraagt wat hoor, Yvonne. Dat zijn de drieringsbindingen. Blijf zitten. En passen ze erdoor. Nou, precies alsof het voor gemaakt is, Yvonne. Kijk eens. En dan kun je die zo gebruiken. En deze is wel jammer. Ik had eigenlijk verwacht dat dit aan de bovenkant zou zitten. Omdat hij er ook zo uitziet. Maar het is natuurlijk spiegelbeeld wat je uitdraait. Je draait hem natuurlijk zo uit. Je draait hem. Dus hij wordt zo. Je wordt betaald om me scherp te houden. Oké, okay? Ik wist helemaal niet dat jij betaald werd, Yvonne. Ja, mijn tante kijkt ook weer. Gezellig. Dat is tante Leonie dan, denk ik. We hebben van die drie ringsbindingen. Die gaat Yvonne nu even opzoeken, denk ik. Toch, Yvonne? Ik help je even. En die passen dus ook, allebei. En daar zou je dus een onwijs leuk boekje van kunnen maken. Nou, dat is dan een uitdaging voor ons, denk ik. Hè? Ook deze onder de nieuwe artikelen. Ik vind hem superleuk. 7,5 euro valt, vind ik, ook nog wel mee. Aantekeningsblad, model 1 en model 2 hebben we. Dus, hoppakee. Dat was dit. Die ga ik dadelijk laten zien, want dat vind ik leuk om straks te laten zien. Dan heb ik hier nog een bakje. Het volgende bakje, zeg maar. En daar heb ik wat voorbeelden mee gemaakt. We hebben 3 soorten bloemen. 1, 2 en 3. Dit zijn ze en het is een klein, middel en groot. En die bouw je dus op. En ik heb ze dus even al gestanst. En op elkaar geplakt en een beetje 3D opgeplakt. Zie je? En dit is de grote bloem. Hartstikke leuk om op je project te gebruiken, vind ik. Dan heb ik hier de middenmaat. Middenmaatje. En je werkt hem een beetje 3D op. Zie je? Hier ook. En dan is dit de kleinste. Zo ziet de kleinste eruit. Dus met deze 3 kun je best een leuk tafereeltje maken op je kaart, denk ik. Zo. Dus... Als je het leuk vindt, laat ik hem even zien hoe die werkt. Want ik heb hem van de middelste uitgedraaid. En ik heb dat uitgedraaid uit aquarelpapier. Laat ik die even naar boven toe. Wat doe ik dan? Dan ga ik hem even kleuren. Even een roze kleur maken, denk ik. Daar is mijn... Ik ga even op mijn stempelblokje.
twee keer. Ja, je hebt hem eens twee keer erin gezet. Voor het geval dat we het vergeten of zo vonden. Dat mag. Even kijken. Dit is een hele lichte roze kleur. Daar heb ik ook de oxide van. Dus misschien dat ik die erbij doe. Dan doet hij dat beter. Nou, dan ga ik die bloem weer kleuren. Jullie kennen dat van mij. Hè? Ik doe dit op de beurs ook altijd. Dan ga ik gewoon eerst die ondervlak kleuren. Dat is deze, zeg maar. Nou, die doe ik gewoon met een lichte kleur. Een contrastkleur op de kleur die ik wil gebruiken voor de bovenste bloem. Dat doe ik gewoon even op dat blaadje hier. Het hoeft allemaal niet heel netjes. Zo. Hoppakee. Nou, op mijn vinger zit nog wat geel van zo straks. Kunnen jullie het allemaal lekker zien? Ja, het roze is heel licht, dus dat zie je waarschijnlijk niet zo goed. Dan heb ik hier de gewone bloem. Nou, dat doe ik met de felroze kleur. Zo, gewoon lekker kleuren. Nou, dit komt jullie waarschijnlijk wel bekend voor hoe ik dit doe. Met de mensen die mij op de beurs wel eens zien zitten, die weten hoe ik dat hoe ik dit soort dingen kleur. Het hoeft allemaal niet heel netjes. Nou, dit is dan het tweede deel. Moet ik hem even goed afnemen. Dan doe ik het middendeeltje doe ik met een beetje bruinig oranje tint. Die heb ik ook hier. En die doe ik gewoon het midden. Zo. Dit aan de kant doen. Dan ga ik even schoonmaken. Dat is de middenbloem die ik nu aan het doen ben. Dat is dus deze. Nieuw blaadje dadelijk. Kleine bloem, middenbloem. Zo. Wat heb ik dan gedaan? Dan heb ik met een penseel of een potlood, in ieder geval iets duns, heb ik de blaadjes van het tweede deel van de bloem, dus het opengewerkte deel van de bloem, doe ik met een penseeltje. Doe ik die blaadjes een beetje omkrullen zo. Gewoon op deze manier. Gewoon een beetje eromheen draaien. Kan ook met een potlood. Kan met je prikpen. Nou, dan pak ik mijn matje. Mijn prikmatje doe ik dat altijd mee. Dan leg ik die daarop. En dan doe ik in het midden. Dit is mijn embossingpen. Een bolpen. En doe ik met die bolpen. In het midden doe ik gewoon opbollen. En dan komt die bloem een beetje omhoog. Zie je? Nou, dan ga ik die daar op plakken. Hé, hey, Lianne, gezellig. Dus ik ga hier lijm in het midden. Jeetje, Mina. Het gaat lekker hier. Zo. En dan ga ik hem erop plakken. Dan moet ik even kijken, want al die blaadjes hebben dezelfde inkepertjes als die onderste blaadjes. Je moet heel even goed kijken waar die moet zitten. Hij moet volgens mij bij mij zo. Dan zit hij er precies boven. En dan kun je zien, want met die onderste bloem heb ik niks gedaan. Dat er een soort van ruimte tussen zit nu. Dan wordt het een beetje een 3D-achtig tafereeltje. En dan in het midden een drupje lijm. En daar plakken we dan weer het middenstukje van de bloem op. Nou, en dan heb je een superleuke bloem. Zie je? Nou, die past weer eigenlijk weer heel goed bij deze. Je kan het natuurlijk ook gewoon uit je designpapier doen. Of uit effen kartstok, zodat het allemaal bij elkaar past. Maar dit zijn dan de bloemen. Die nieuw zijn. Zal ik even omdraaien. Dit is het kleine bloemetje. Dit is het middenmaat bloemetje.
En dit is de grote bloem. Ja, ik vond ze... Ik vind ze ook erg leuk. En ik denk dat ze op een project ook echt super leuk om te gebruiken zijn. Dus ja. Dus de bloemen. Dat waren deze. Die had ik al voorbereid. Even kijken. Ik heb een strikje nog. Dat is deze. Even licht aan. Zo. Zie ik het zelf wat beter. Nou, dit is een strikje. Die heb ik ook gemaakt. Die heb ik ook in 3D opgewerkt. Dit is hem. Nou, het is maar één strikje. Wat doe je dan? Dit is hem. Je doet het strikje gewoon twee keer uitdraaien. Komt-ie. Ik ben een beetje in de roze vandaag, zie je dat? Je doet hem gewoon twee keer uitdraaien en dan doe je bij eentje, haal je die uiteindjes ervan af. Dan kun je er gewoon afknippen. Zo. En zo. En dan aan deze kant ook. Dit zag ik bij Gummi Japan zelf ook voorbij komen hoor. Dus dat ze dat op deze manier deden. En die plak ik dan zo meteen hierop. Even kijken of ik hem wel goed om heb. Ja, dit is goed. Dat doe ik even met een stukje 3D tape. Even kijken, hier heb ik hem. Gewoon een heel klein stukje in het midden. Nog kleiner dus. Hopsakee, hopsakee. In het midden. En dan gaat hij erop. Ik denk dat hij andersom moest. Maakt niet uit. Nee, toch niet. Zo moet hij. Het maakt niet zo heel veel uit hoor. Zo. En dan heb je dat strikje ook een beetje in 3D opgewerkt. Oh, ik zie al wat ik verkeerd heb gedaan. De onderste zit verkeerd om. Zo. Dan ziet hij beter uit. Let maar eens op. Ik heb een zonnesteek, geloof ik. Nee hoor, valt wel mee. De. Dat is beter, zie je? Dus die heb je dan ook in 3D. 3D, 2D. Ik zeg wel 3D, maar het is natuurlijk 2D opgewerkt. Onwijs leuk, toch? Een heel leuk strikje. En dat is deze. Kunnen jullie het nog goed zien door het licht zo? Ik denk het wel, maar altijd even vragen. Zo. Hadden ze nog twee leuke strikken, maar die moet je dus zelf in elkaar maken. Dat heb ik ook gedaan zo straks, alleen ik ben niet zo heel erg van pielen, maar het is me wel gelukt. Maar het is een beetje pielen. Dit zijn ze. Onwijs leuke strikjes ook, die je echt wel heel leuk op je project kan gebruiken. Nou, ik pak weer even dat ene projectje erbij, omdat dat nou toevallig hier ligt. Kijk, gewoon in een hoekje. Kleurtje past natuurlijk niet, maar gewoon in een hoekje. Of een klein hoekje, zo. Zie je? Die zijn, die twee heb je ook besteld. Oh, nou kijk aan, Yvonne. Ik ben benieuwd of jullie naar aanleiding van nu nog meer gaat bestellen. Even kijken, ik begin met de kleine. Die draai je gewoon één keer uit. Je draait hem één keer uit en er zit dan een... Deze zit erbij. En het kleine friemeltje zit erbij. Dat is deze. De kleine zijn we nu aan het doen. Dat is die. Wat ga je dan doen? Pak je weer een
penseel of iets dergelijks. En dan doe je eigenlijk die twee middenstukken, dus deze en deze. Die doe je ook opbollen. Zo. Dan breng je dit stukje naar de achterkant, naar het midden toe. Naar het andere middenstukje. Zo, op deze manier. En dan vouw je hem terug. En dan ziet het er zo uit. En dan krijg je dus dat staartje. Dat visstaartje. En dan zit dat zo hier in het midden. En dat ga je vastplakken. Dus ik plak hem hier vast. Zo. En dan moet ik even wachten dat hij goed vast zit. Ik had beter mijn lijnpistool even aan kunnen zetten misschien. Dat gaat wat sneller. Want dat papier wil natuurlijk terug in zijn, hoe zeg je dat? In zijn verband. Ik zet even mijn lijnpistool aan. Zo. Dan gaat dat misschien wat sneller. Ik ga mijn lijnpistool aanzetten. Dus ik heb deze en ik heb deze. En ik ga het even met lijnpistool doen. In het midden heb ik er een leuke plakparel op gedaan. Nou, deze vind ik, als ik nu kijk, wat te klein. En deze past precies. Dus voor die andere ga ik alvast een grote uitzoeken. Dat heb ik denk het wel. Natuurlijk heb ik dat ook. Ik heb hier hele mooie zilveren. Tadaa. Dat past denk ik wel mooi hierbij. Dat past bij die grote wel. Kijk, ga ik deze gewoon eraf slopen. Gebeurt. En ik doe altijd even een extra druppeltje lijm onder mijn plakparels. Want dan weet ik zeker dat die vast blijft zitten. Kijk, en dit staat net even wat mooier als die wat groter is. Dat vind ik dan als persoonlijk. Zie je? Zo. Nu blijft hij wel vastzitten, maar... Zo. Nou, met de andere kant doe je dan dus hetzelfde. Dus ook daar doe je dat middendeel een beetje opbollen. Dan breng je dit stukje naar het midden. Zo. En dan vouw je hem dan terug. Dat is echt een gepriegelwerkje hoor. Heb ik hier mijn lijnpistool. Ja, ze zijn wel schattig, hè? Maar het is wel een gepriegel hoor. Ik moet mijn bril opzetten, want het is echt te klein. Ook nog, hè, jongens. Maar gelukkig heb ik hem hier liggen. Zo. Dat zit ik bijna zelf mee te tikken. Nou, doe ik gewoon een heel klein stukje. Mijn lijnpistool. Hoppakee, en vast. Dit zit echt wel meteen vast, dus dat vind ik wel prettig. Zo. En dan doe ik hier ook nog een heel klein stukje. Een heel klein beetje achter. Zo, niet te veel. Dat is goed. Dat ze goed blijven zitten. Zo. Nou, dan zit hij nu vast. Die kleine zijn echt gepriegel, joh. Jeetje, Mina. En dan plak ik dan het middendeeltje eroverheen. Dat is dit. Die vouw je er gewoon omheen. Dus dat doe ik gewoon zo. En dan, ja, blijft nog niet zitten hoor, aan die achterkant. Nu wel, dadelijk, als ik ga plakken. Gaat maar gewoon lukken hoor. Let maar op. 1, 2. Nou zeg. En daar zitten ze. Kijk aan. Nou. Dan kun je nog bedenken van. Ik doe er een. Misschien dat ik een beetje. Ja, jij kan dat. Dat zie je wel, Yvonne. Maar het is wel een beetje gepriegel voor Sandra. Maar er dadelijk nog één. Dat is ook gepriegel. Die lukt hem ook gewoon echt niet. Dus ik laat wel zien hoe hij de uitgestans uitzet. En ik weet wel hoe het werkt. Maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ik zal straks laten zien wat het is.
Nou, dan heb ik hier nog een leuke plakparel. Ondertussen valt mijn hobbykamer uit elkaar, zoals jullie horen. Hoppakee, die zit erop. Die ga ik daar nog even fixen, maar het wordt dus zo. Die heb ik met aquarelpapier gedaan. Ik moet hem wel even oppakken, want anders dan gaat het de verkeerde kant op. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat iemand anders live was. Zijn die naast de roze bloemen waar je mee bezig bent kleiner dan die met de zilveren parel? Ja, deze is groter. Kijk maar. Ik heb deze. Nou, dit zijn die kant-en-klare strikjes. Nou, deze hebben we net gemaakt. Dat was voor mij nogal een geprikkel, zoals je zag. Dan ga ik nu die met die zilveren parel maken. Dat is misschien wel een betere. Die heb ik hier. Dat werkt dus op dezelfde manier. Maar deze vind ik makkelijker, want die is gewoon wat groter. Ik doe hier. Deze doe ik bol maken. Die ga ik dan in het midden hier vastplakken. En dan gaan we terugvouwen. Zo wordt die. Hopsakee. En dit is gewoon makkelijker omdat het net even wat meer... Even kijken, hoe zeg je dat... Het heeft wat meer vlees, zeg maar. Dus ik heb wat meer ruimte om mee te werken. Zo. Dat is deze, dat is nummer 1. Dan. Andere kant ook weer opbollen. Naar het midden en terugvouwen. Zo. Dan knijp je hem eigenlijk gewoon dicht tot er een vouwtje komt. Ja, deze gaat gewoon makkelijker dan die kleine. Nou, en dan ga ik er dan... Ja, ik weet dat ik uit beeld ben, Eugenie, maar het lukt ook niet zo goed vandaag. Ik denk dat ik het te warm heb, maar goed, dat geeft niet. Zo. Dan gaat dat dingetje weer eromheen. Die vouw ik weer in het midden eromheen. Zo. En nou zit hij erop. Zo. En hier kan ik dan weer... Eventueel, en dan doe ik dan even weer die grote zilveren op. Ja, die kleine is ook wel schattig. Kijk. Ja, nou, het zijn leuke strikjes, toch? Hebben ze goed bedacht bij Gummia. Ja. Allemaal strikjes. Die je echt wel heel leuk kan gebruiken op je projecten. Dus strikjes hebben we ook. Dan ga ik nog eens even kijken. Wat heb ik nog meer in mijn bakje zitten? Even kijken. Ik ga meteen die andere dingen laten zien die me ook niet lukken. Dit zijn de rolroosjes. Er is me één gelukt om te maken. En dat is de puntige. Dat is deze. De rest daar ben ik echt te onhandig voor, denk ik. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Dus als iemand anders dat lukt, heel graag. Maar ik kan wel uitleggen wat de bedoeling is. Zo zien ze eruit. En je ziet het, ik heb ze wel uitgedaaid. Het gaat erom dat je hem gaat draaien. Maar wat ik eigenlijk altijd geleerd heb, is om ze... met je embossingmatje of een prikmatje doe ik het en dan een bolpen, embossingpen, kun je ze zeg maar op de rand doe ik, ga je er langs zo
Dan staan ze al wat bol. Ja, volgens mij ben ik gewoon goed in beeld nu hoor. En dan moet je hem gaan draaien. Op zo ongeveer, op deze manier. Maar ik, nogmaals, ik ben hier gewoon niet zo handig in. Dus dat wordt hem niet. Ik ben er nu wel mee bezig, zie ik, maar ik probeer het gewoon. Nou, dan wordt het. En dan heb je hier zo'n priemeltje eraan zitten waar je hem op moet plakken. Dat lijkt mij dan al te klein, dus dan zou ik al een apart cirkeltje weer even uitdraaien van het een of het ander. En dan plak je hem vast en dan draai je hem uit elkaar en dan wordt het een bloem. En dat is, ik vind het altijd super leuk eruit zien, maar ik krijg het nooit goed voor elkaar. Ik heb het nagekeken, maar ze doen het dus van, vanaf de... Oh kijk, nu lijkt het er wel wat meer op, zie je? Ik heb hem nagekeken en hij zou dus van de buitenrand af moeten. Maar goed, ik kan van binnenuit ook wel eens proberen. Maar zo wordt het dan en dan plak je het in elkaar en dan trek je het uit elkaar en dan... Een contrapincet heb ik niet. Een sleufje in mijn dingen heb ik ook niet. Ik ben gewoon niet handig met deze dingen. Ik vond het heel knap dat dit gewoon gelukt was. En ja, ieder zijn eigen dingen toch. Maar goed, kijk, deze ziet er dan zo uit. Heb ik die ook nog? Ja, heb ik ook nog. Een contrapincet heb ik niet. Dus... Want hier zeg jij dan van binnen. Ja, ik ga het niet eens proberen. Sorry jongens. Dat geeft mij alleen maar... Zo ziet hij er dan uit. Ik weet wel dat je hem inderdaad moet aanzetten met een filigraan pen. Heb ik ook niet. Maar soms maakt het er ook niet uit als je dingen niet, niet handig bent in bepaalde dingen. Hoeft ook niet alles, toch? Ik weet dat het dan zo... En inderdaad, met een pincet zou ook makkelijk zijn. Die zal hier ook wel ergens liggen. Rollen om een satéprikker zou ook nog kunnen. Nou kijk, de tips komen. Dit is dan ook, die draai je dan helemaal eromheen. Het is ook gewoon niet helemaal, nee. Maar ze zijn wel leuk. Dat moet ik zeggen, maar... zou het hier niet... Ja, dit zou dan een soort roosje moeten worden. Dan draai je die bloemen weer om, die blaadjes weer om. Zie je? Nou, als je heel goed kijkt, zie je er een roos in, toch? En dan heb je hier de prikbloem. Nou, daar heb ik dan zelf een rondje onder gestanst nog. Nou, dat vond ik dan nog wel grappig dat me dat gelukt was. Dus, maar dat even niet. Toch? Een verlepte, ja. Een verlepte. Ieder zijn ding. Nee joh, maakt het ook uit. Toch? De rolbloemen, die hebben ze dus ook. Ik vind dit wel een heel leuk modelletje met die gaatjes erin. Dit is de snurrig blomma. Dan hebben we nog een keer snurrig blomma. Het idee is er inderdaad. Maar misschien dat anderen er wel inderdaad helemaal mee overweg kunnen. Helemaal top. Misschien dat degenen die het wel kunnen er een heel klein filmpje mee kunnen opnemen. Wie weet. Ik vind... ik denk, nee, ik ga daar geen hele avond mee bezig zijn. Dus... dat zijn ze. Kijk, dit vind ik dan makkelijker, zo'n bloem. Beetje kleuren, een beetje op elkaar plakken en hoppa. Dat is meer mijn ding. Maar... het geeft niet, het geeft niet, het geeft niet. Ik had een wolkje uitgestanst. Onwijs leuk ook dat wolkje. Even kijken. Als je hem dan uitstanst. Dan. Stansje. Nee hoor, ik hoef niet te oefenen hoor, Von. Tegen die tijd hebben we wel weer wat anders op de beurs hoor. Als je deze uitstanst. Even omdraaien en dan komt deze uit de stans.
Hartstikke leuk, met hartjes. Nou, er komen natuurlijk wat losse hartjes uit, maar ook nog een los wolkje uit. Dus ook onwijs leuk. Nou, die heb ik nu niet gekleurd, maar dat hoeft toch niet per se natuurlijk. Dus deze. Hallo Corrie, gezellig dat je er ook bent. Oh, maar ik heb nog wel wat te laten zien hoor. Deze vond ik super leuk, want dit is een tafeltje met een stoeltje. Nou, voor in de tuin. Hartstikke leuk toch? Nou, weer even een blaadje pakken, want ik had mijn eigen blaadje natuurlijk net gebruikt. Kijk, een tafeltje en een stoeltje. Het stoeltje is echt super leuk met een hartje eruit gestanst. Dan heb je eigenlijk allerlei leuke tuindingetjes erbij. Even kijken, die heb ik hier en dit heb je erbij. En die, deze blaadjes erbij. Die ga ik ook nog even. Ik heb hier een slakje. Nou, dat zou je bijvoorbeeld langs de onderkant kunnen doen. Ik heb hem ook uitgestanst, maar nog niet gekleurd. Dus dat ga ik nog wel doen. Maar nu nog niet. Dus die heb ik. Ik heb vaasjes. Onwijs leuk. Die zou je op het tafeltje kunnen zetten. Leuke vaasjes. Kleur ze lekker in. Of doe het uit een ander papiertje uitstansen. Dan heb ik allemaal soorten bloemetjes die je dan in die vaasjes zou kunnen doen. Dus dan maak je er echt een leuk tafereeltje van. Als je ze opzoekt, ze staan onder de nieuw van mei. En dan vind je ze vanzelf. Nog meer bloemetjes. Ik heb hier nog een egeltje wat ik erg leuk vond. Dit zijn eucalyptus takjes. Die vind ik ook onwijs leuk. Die heb ik wel even gekleurd. Die kun je dan ook wel weer echt wel gebruiken. Zo. Dus ik heb hier, dit is eucalyptusblad. Ja, super leuk. Heb ik dan met een eucalyptus kleurtje geverfd. Nou, onwijs leuk. En dit zijn een klavertje 4. Die je kan schilderen. En dit is volgens mij zo'n uienbol of iets dergelijks. Dat is allemaal een beetje het tuinidee, zeg maar. Maar dit vond ik wel onwijs leuk ook. Even kijken, heb ik nog ook voor de in de tuin. Vogelhuisjes. Kijk eens hoe schattig. Zie je? Dat zijn de vogelhuisjes. Dat is erg schattig. Nou, die moest ik ook nog kleuren, dus die stop ik even terug. Ik ga ook nog weer voorbeeldjes maken en weer dat er setjes komen. Ik heb nog een groot vogelhuisje. Ook die vind ik erg leuk. Dit is het vogelhuisje. Er zitten ook nog twee vogeltjes bij die je op de stokjes kan zetten. Maar die ga ik ook nog kleuren. Superleuk. Zo. Ik zie het weer terug. Die had ik allemaal al uitgedraaid, maar gaan we nog niet kleuren. Dan heb ik hier nog, dat is ook super leuk, ballonnen. Voor op een verjaardagskaart. Zie je? De ballonnen en dan de. Ja, dan zou je bijvoorbeeld hier het cijfer in kunnen zetten van hoe oud iemand geworden is. Een foto eronder met een handje waar die ballonnen dan uitkomen. Zoiets onwijs leuk. Leuk idee. Dus ballonnetjes. Die heb ik. Nou, dan ga ik even snel door de. Ik had nog die twee slimlijns die had ik laten zien. Ja, dit zijn degenen die ik niet heb uitgedraaid. Daar ga ik even snel doorheen. Want daarna heb ik echt wat leuks. Even kijken. Een meisje. Dit zijn die soort vosjes.
3 stuks. Vosjes, katjes, wat zijn het? Die je kan aankleden. Het meisje, het jongetje of het jongetje en... Die zijn nieuw binnengekomen. Die staan in de webshop. Nou, dit is het meisje. Die heb ik, daar ben ik niet aan toegekomen om ze uit te draaien vanmiddag. Dus hier ga ik even wat sneller doorheen. En dan dadelijk nog wat anders leuks. Oh, kijk staan. Het moet geen chaos worden natuurlijk. Dit is nog een beetje meer in de tuin. Ik heb hier dahlia's kleintjes. Superleuk. Kunnen ook weer in die vaasjes natuurlijk. Kun je hartstikke leuk kleuren. Een klein boeketje. Past ook weer bij je tuintafeltje. Dit is een maan. In een cirkel. Hier een dromenvanger nog. Petten. Nou, die horen weer meer bij die vosjes, geloof ik. Die kun je dan daar weer bij gebruiken om ze een beetje aan te kleden. Dit is een bloembed in een cirkel. Ook onwijs leuk. Dit is een boeketje weer in een mandje. Met dat blad en alles eromheen. Ook onwijs leuk. Ik vind alles leuk. 2 rozen. 2 lelies en een kartonnen doos. Dat hadden we. Zo, en dan hadden we nog een beetje een jungle thema. Ook onwijs leuk. Wilde ik nog uitdraaien, maar daar had ik echt geen tijd meer voor vanmiddag. Kijk, een beetje, dit is een zebra, een girafje, een leeuwtje. Je zou dit ook heel leuk kunnen gebruiken op een babykaart, denk ik. Ik weet niet hoe je dit noemt, weten jullie het? Een kompas, het staat er gewoon op. Een kompas. Dit is een tijdmeter. Zandloper, zo noemen ze het, hè? Luiaards. Nou, dat past dan weer, zeg maar, in dat... Ja, als je die bijvoorbeeld met die slimline combineert hier. Dit is die slimline met die lianen. Als je dan daar deze luiaard zo'n beetje aanhangt, dan heb je toch wel een weer een leuke set, denk ik. Dit zijn stokstaartjes. Ook superleuk. De schildpad. Dan heb je hier tropisch fruit. Leuk hoor, ook. En hier heb je een verrekijker. Nee, niet een verrekijker, ik denk het wel. Sterrenkijker denk ik meer dat het is. Een koffer. Dan heb je hier weer een soort... Ja, zo'n blad en een verrekijker. Tropische set is het. En hier een, wat de 3 vogeltjes, de toekan, papegaai, nog een papegaai, oh, kakatoe. Dus dit was de tropische dingetjes, een beetje vakantiegevoel en vakantieidee. Nou, dan heb ik nu, leg ik deze allemaal even in de doos, want ik heb natuurlijk een hele doos gehad. Dan leg ik ze even in. En die ook. Flops. Nou, dan heb ik nog een paar setjes over. Die ga ik nu laten zien. Dat is een cirkelset. Dat heb ik echt als laatste bewaard, want dit is... Hier ben ik ook even mee bezig geweest, want ik heb ze allemaal uitgeprobeerd. De cirkels. De scalloped cirkels zijn binnengekomen. En nou denkt iedereen, oh ja, wacht eens even... En ik heb deze set binnengekregen. En met deze set kunnen we hartstikke leuk onze stickers gebruiken. En hoe? Nou, dat ga ik laten zien. Even wat dingetjes aan de kant.
ondertussen. Mijn schuim. Die aan de kant. We hebben natuurlijk onze stickers. We hebben verschillende maatjes. Ik heb hier een 3 centimeter sticker. Volgens mij... Dit is een 3,5. Dat is ook een standaard maatje wat we hebben. 3,5 centimeter. We hebben hier de 3 centimeter sticker. Ik heb altijd een 4,5 centimeter sticker. Dat is de grote maat. En we hebben een 4 centimeter sticker. Ja. En wat nou zo leuk is. Deze dies. Daar passen onze stickers lekker op. Dit zijn de simpele cirkels. Gewoon een leuke set cirkelstanzen. 1, 2, 3, 4, 5 standjes. In 5 maten dus. Ik heb ze hier. Even kijken. Het is 7,1 centimeter. 6,3. 5,1. De 3,7 en de 2,5. Daar heb je van deze set. Dan hebben we van de scallops. En dat gebruik ik heel vaak. Ik krijg ook heel vaak de vraag met welke doe je dat. Nou, Gum Japan had er dus gewoon één. De nesting scallops. Dat is deze. Nou, die is 9 centimeter. 7,5. 6,2, 5 en 3,7. Superleuk. En dan heb ik hier, dat is die grote met die, ja, is een doily set eigenlijk meer. Ook onwijs leuk. En die heeft als grootste maat 13, dus die kun je mooi op een kaart gebruiken. Dan komt de 10 centimeter, ja centimeter. Ik heb een 6,5 centimeter en een kleintje van 4,5 centimeter. Dus die zijn leuk. Maar ik heb daar voorbeelden mee gemaakt. Ik heb ze hier. Ik heb hier bijvoorbeeld een 10 centimeter randje. Dat is deze, de 10 centimeter. En daar hebben we de grootste cirkel op gebruikt. In een andere kleur hier natuurlijk. Ik laat hem hier nu zo zien. Zie je? En dan zou je er nog... Ach, jammer Marlies. Maar goed, dit is ook wel het leukste deel, vind ik, voor onze stickers. Ja, ik vind de rest ook leuk, maar dit past zo bij ons assortiment. Hier kun je zeg maar weer een plaatje uit je papier knippen, plakken. Of een tekst erop stempelen en dan heb je al iets hartstikke leuks. Dus dat is de grootste maat. Maar nu komen we bij de stickers zeg maar. Ik heb hier bijvoorbeeld van de scallop maat gewoon onze 4 centimeter sticker. Past heel mooi in de 5 centimeter scallop. En dan heb je je sticker altijd hartstikke leuk afgewerkt. En ik gebruik altijd een oud standje van spelbinders. Er zitten iets meer randjes aan, maar ik vind dit net zo leuk. Dus wat maakt het uit? Dit is de circle die. Dit is de 5 centimeter cirkel met een 4,5 centimeter sticker. Dan heb je toch een randje om je sticker. Vind ik altijd toch net even wat mooier dan dat je de sticker zo ergens opplakt. Dus dat is die. Ik heb bijvoorbeeld hier heb ik in laagjes gewerkt. Hier heb ik de, wat heb ik gedaan? De 6,5 centimeter doily gebruikt. Ik heb het rondje gebruikt van 5. 5,1. En daar een sticker op van 4,5. Dus die stickers, die passen hier gewoon in. Dus die heb ik gebruikt. Die heb ik gebruikt. Ik laat ze dadelijk nog even allemaal zien hoor. Zo. Heb ik hem hier nog een keer de dikke knuffel.
Maar dan met een grotere maat. De 6,2 scallop, zoals hij noemt. Weer een cirkel die erop. En je zou dit ook kunnen verhogen dat je het met 3D tape erop legt. En dan hier weer een sticker op van 4,5 centimeter. En dan past hij er weer op. En dan heb je hem zo weer eruit zien. Dan zit er weer een randje langs. Dat is weer die. Het kleinste scalpje, dat is deze. Daar past onze kleinste sticker op. Deze sticker is 3 centimeter. Nou, we hebben wel best wel vaak stickers van 3 centimeter. Nou, die past precies hier in dit rondje. En dan heb je toch net even weer een leuk randje om je stickertje op je cadeautje te plakken. Datzelfde geldt voor deze. Dit is de kleinste. En hier past die 4 centimeter sticker op. Nee, sticker is 3,5. Deze sticker is 3,5 centimeter. Nou, dan heb je toch echt een superleuk randje om je sticker heen. Dan heb ik nog een grotere scallop. Dat is deze. Daar heb ik weer een rondje op gedaan. Nou, in een andere kleur natuurlijk. Maar ook deze zou je weer hoger erop kunnen leggen. En dan weer een sticker erop van 3,5 centimeter. En je hebt ook weer een hartstikke leuk idee. En dan kun je ook weer gewoon het rondje alleen doen. Met daar een sticker op. En dan ook weer dat je dat randje eromheen hebt. Om toch net even dat extraatje te hebben op je... Op je sticker, met je sticker zeg maar. En ik vind het altijd leuk als er een randje om mijn sticker heen zit. En nu hebben we de verschillende. Ik vind vooral deze ook heel erg leuk. Ik heb heel veel van deze maat stickers. Die 3,5. En ik vind echt dit een heel leuk randje eromheen. Dus alleen daar zou ik de set al voor kopen, denk ik. Alleen was dit wel een wat duurder setje dan de rest, zeg maar. Dus eigenlijk voor al onze stickers hebben we nu wel een randje eromheen, zeg maar. Dit is dus de Nesting Circle Die. Met 1, 2, 3, 4, 5 cirkels. Dit is hem. Gewoon even bij de nieuwe artikelen kijken. Dit is de Nesting Scallops. Even andersom. Maar ik denk dat je ze wel best wel op onze creaties verwijzing gaat zien komen. Nesting Scallops, dit zijn ze. Maar ze staan ook tussen de nieuwe artikelen. En dan heb je hier de doilies, de medium doilies. En dit is ook een hele leuke set weer. Hoppakee, nou dan ben ik wel een beetje erheen met wat ik heb, zeg maar. Aan stickers en aan... Of aan standjes en dingetjes wat ik nu heb kunnen laten zien. Zo. Want meer heb ik even vandaag niet om te laten zien. Dit heb ik natuurlijk wel allemaal laten zien. De bloemen. Die vond ik onwijs leuk. De strikjes waar ik een beetje mee zat te klungelen, maar die wel gelukt zijn. De rolbloemen die niet mijn ding zijn, maar... Voor een ander misschien wel. Rolroosjes. Hier heb ik nog een strikje. Nou, maar voor de rest heb ik natuurlijk van alles laten zien. Deze vond ik ook super leuk. Zo. Nou, en dan de rest. Dus ja, een hoop nieuwe dingetjes. En een hoop nieuwe gezellige spulletjes. Ik zou zeggen, bedankt allemaal voor het kijken. Ik vond het super leuk en gezellig. Het was even onverwacht natuurlijk. Het filmpje gaat naar YouTube, dus dat komt weer helemaal goed. En ik zou zeggen, allemaal nog een hele fijne avond. En tot een volgende keer, zou ik zeggen. Doei, 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 doei.
Geen dank hoor, geen dank. Doei doei.